verder. Goed, nog een poging. Driemaal een scheepsrecht. Er is dus uitbreiding van dat kiesrecht. Er is streven nu naar algemeen kiesrecht in Suriname. In Curaçao. Dat is vooral in Curaçao, omdat daar al heel vroeg politieke partijen ontstaan, zoals al gezegd. Het is de katholieke partij die begint met het zich organiseren. En dat komt dus uit een beetje dat Calimero-gevoel van we worden altijd onderdrukt. Maar die katholieke partij, die is daar eigenlijk nooit zo voor geweest. Voor algemeen kiesrecht en zeker niet voor vrouwenkiesrecht. En de Amigo, die verwoordt dat ook. En dat zie je door die hele periode. Men is fel antisocialistisch, fel anti-SDAP in Nederland. Heel erg pro-conservatief katholiek. En hier is een commentaar uit 1913. Dat is naar aanleiding van een wetsstemming in het Engelse parlement. En dan wordt er vergenoegd gesteld, de kiesrechtdames hebben minder succes gehad. De wet op het vrouwenkiesrecht is niet eens in tweede lezing behandeld. Ze werd bij de eerste lezing reeds verworpen met 266 tegen 209 stemmen. Ze verdienen niet beter, die vrouwen. De middelen welke ze gebruiken om hun doel te bereiken zijn ten hoogste afkeurenswaardig. Onlangs hebben ze nog voor ruim 2000 gulden aan bloemen vernield. Een vrouw, zij die men noemt de bloem der schepping, zij die in tederheid de bloem moet evenaren, vergrijpt zich aan de bloemen der natuur. Nou, dat geeft het wel een beetje aan. Hè? Vrouwen moeten dit niet willen en dit is tegen hun natuur. Toch is die katholieke partij samen met de latere afsplitsing van de partij van Doctor heel erg actief als het gaat om algemeen kiesrecht. En ook de vrouwenbeweging, de vrouwenvleugel, is daar actief in. Die kwamen op woensdag bij elkaar, die vrouwenvleugels, en zij vochten voor het kiesrecht. Maar zoals Margot Groenewoud zegt, de steun van de mannen aan die vrouwen was niet zozeer uit overtuiging, maar uit politieke overlevingsdrang. Men zag het als een politieke asset om die vrouwen te hebben, maar het was niet uit overtuiging. Nou, de petitie is al genoemd, die werd waar men mee rondging in Curaçao, die men in Nederland wilde aanbieden. En in 4 dagen tijd verzamelden de vrouwen meer dan 1000 handtekeningen om het kiesrecht, vrouwenkiesrecht, te steunen. En de voorvechter, de grote voorvechter, nou moet ik even heel snel door. Is Adèle Rigaud, die al genoemd is. Hier is een beeld van haar. En dit is wel even typerend. We hebben gewoon eigenlijk heel weinig informatie over deze vrouwen. Dit is 1 artikeltje met een foto van haar. En zij is een, zoals dit artikel zegt, een klerk eerste klas. En ze was vooral actief in het sociaal charitatief werk. Maar ze was ook wel heel slim. Ze was vrij traditioneel. En omdat het gezien werd, het vrouwenkiesrecht, als een bedreiging van traditionele rolpatronen, de katholieke kerk met name zag het zo, verwoordde ze haar drang kiesrecht als dienstbaarheid. Ze was dienstbaar niet alleen aan het gezin, maar ook aan het eiland. Dus vrouwen eisten een plaats op in het politieke domein, maar probeerden ook niet al te veel tegenstand op te roepen. Dus ze deden dat in het kader van, wij zijn dienstbaar aan het land. En het was ook niet anti-koloniaal zozeer als tegen Nederland gericht, maar wel voor meer onafhankelijkheid. Dat komt met name natuurlijk ook door de Tweede Wereldoorlog, daar is al over gesproken. En die vrouwen leggen ook heel veel nadruk op het belang van een goede opvoeding met christelijke waarden en normen. Dus men probeert zoveel mogelijk binnen die katholieke kerk te blijven, binnen de gebaande paden, en toch hun rechten op te eisen. En dan komt er inderdaad in 1948 wordt het algemeen kiesrecht erkend, dankzij de Caribische lobby's en de steun van de Tweede Kamerleden
Wim de Kort en Corrie ten Delo. En het is Corrie ten Delo die hier bekend om is, maar Corrie ten Delo is voor Nederland om een hele andere wet bekend, de wet van Corrie ten Delo. En dat was namelijk tegen het ontslag van gehuwde vrouwen, die uit overheidsbanen natuurlijk ontslag moesten nemen op het moment dat ze trouwden. Zij is daar de grote gangmaker van. Dus ook zij is heel bekend in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, maar ook weer niet voor deze rol in het verkrijgen van kiesrecht voor vrouwen, Suriname en de Antillen. Dus Corrie ten Delo is degene die in de Tweede Kamer kiesrecht voor elkaar krijgt. Nou, in 1945 hadden 4000 mannen kiesrecht en in 1948 waren dat 18.000. Terwijl het aantal vrouwen 19.600. Dus het klopt, het aantal vrouwen was hoger. 52% van de kiesgerechtigden was vrouw. En de grote winnaar van de verkiezingen in 1949 met algemeen kiesrecht is doctor. Maar er komen vrouwen. Er worden 2 vrouwen als statenlid gekozen. En ik heb al een paar mensen verteld mijn frustratie om over deze vrouwen wat te vinden. Er zijn dikke boeken geschreven, een soort inventarisatie van de politieke geschiedenis van de Nederlandse Antillen, van Alex Reinders. Achterin staan korte lemma's van alle belangrijke politici die de Antillen hebben voortgebracht. Daar staan 3 vrouwen in. Dat zijn de 3 vrouwelijke gouverneurs. Maar die eerste statenleden bijvoorbeeld, die staan er niet in. Dus als je niet beter weet en je zulke boeken dus gebruikt als je kompas, dan ga je die dingen niet vinden. Nou, een van die eerste statenleden is Angela Altegracia de Lanoy Williams. En de ander was Elsie van der Linde Helmeyer, waarover ik niks kan vinden. Dus er is onderzoek nodig. Dit komt uit Wikipedia. En dan ziet u mevrouw Angela Altegracia de Lanoy Williams, 1913-1983, eerste vrouwelijke lid van de Staten van de Nederlandse Antillen. Ze is ook wel bekend als Tata Haroukna. De eerste keer dat vrouwen een stem konden uitbrengen voor de statenverkiezingen op 17 maart 1949. Tata de Lanoy Williams werd gekozen en trad op 4 augustus tot de Staten toe. In 1992 verscheen er een Nederlands Antilliaanse postzegel met haar portret in de reeks Beroemde Personen. De weg ten westen van de koningin Julianabrug is naar haar vernoemd en heet de A.A. de Lanoy Williams Boulevard. Daar zou best nog wel wat informatie aan kunnen worden toegevoegd, denk ik. En hier is de postzegel. Die had ook beter gekund, denk ik. En je ziet dus, en dat is net al heel uitgebreid verteld, je ziet dat vrouwen al gauw in heel invloedrijke posities komen. Maar het neemt ook niet weg dat in heel veel van het openbare debat ook vrouwen weer ondergeschikte posities innemen. Het gebeurt alle twee. Dat de vrouwen in een lagere sociale klasse moeilijker aan prestigieuze, goed betaalde banen kunnen komen en toch kunnen ze politieke invloed hebben. Het is ook dat deze vrouwen heel veel tegenkrachten hebben te overwinnen, omdat, zoals ik dat net al liet zien, het gaat tegen hun natuur in en het zou het gezin ondermijnen. En in het katholieke Curaçao speelde dat echt een grote rol. Maar je ziet wel dat het algemeen kiesrecht, dat leidt echt tot een groter politiek bewustzijn. Dat komt ook door die politieke partijen en met name de partij van doctor. En je ziet dan ook een streven naar meer autonomie. In Aruba is dat wat anders. Daar is het streven vooral naar afscheiding van Curaçao. Men wil los van Curaçao. Maar er zit dus bij dat kiesrecht zit altijd ook nog die autonomiegedachte, meer zelfstandigheid en in het geval van Aruba meer zelfstandigheid ten opzichte van Curaçao. In heel veel van die gevallen, want kijk, als je je focust op de eerste statenleden of wat statenleden zeggen, dan heb je nog niet het verhaal van bijvoorbeeld zo'n vrouwenvleugel. Van wie zijn die vrouwen? Wie hebben daar nou aan meegewerkt? Wat is de rol van vrouwen in politiek? Dat zijn allemaal is nog allemaal onontgonnen terrein. Dus ik kan alleen maar oproepen van doe meer onderzoek. Probeer ook mensen nog te interviewen uit die tijd. Nu kan het misschien nog. Want er zijn nog echt heel erg veel witte plekken in het mozaïek
over de Nederlandse Antillen, voormalig Nederlandse Antillen, en met name waar we hierover spraken, Curaçao. Dank u. Hartelijk dank. Een hele boeiende college. Vragen, zijn er vragen vanuit het publiek? Niemand een vraag? Ik heb eigenlijk een algemene vraag. Ik ben geen bioloog, dus ik heb eigenlijk een algemene vraag. Maar jullie zijn heel slim, maar geen biologen. Hoe het eigenlijk komt dat er meer vrouwen zijn dan mannen? Er is niet een grote oorlog geweest in die tijd. Dat alle eilanden hebben volgens mij een vrouwenoverschot. Dus toen? Ja. Het kan een gevolg van de oorlog zijn geweest, maar ik denk eerlijk gezegd dat in de Caribe over het algemeen er een vrouwenoverschot is op alle eilanden, ook nu nog. Ja. Ja. Maar dat durf ik niet 100% zeker te zeggen. Maar de reden daarvoor, want ik weet zeker... Het kan gedeeltelijk met sterftecijfers te maken hebben en dergelijke. Dat mannen eerder overlijden en dergelijke. Mag ik daar iets aan toevoegen? Ja. Ja. Ik weet dat... wat ik weet is dat bijvoorbeeld op Bonaire, dat er een vrouwenoverschot was omdat de mannen weggingen om te werken ergens anders. Ze gingen op schepen, moesten ze gaan werken. Dus de vrouwen die bleven achter om het gezin te onderhouden. Maar dat verklaart niet waarom meer vrouwen, want u bedoelt dat er meer vrouwen geboren worden dan mannen. Ja, want dat weet ik dus niet. Maar in mijn tijd, ik ben van 64 en mijn laatste broer is in 75 geboren. En toen wel in dat jaar 75 waren al. Hij is in oktober geboren, toen was hij baby, jonge baby 75. Mm-hmm. Terwijl er 300 baby's al geboren waren. Dus de rest waren vrouwen. Dus de professor vertelde dat, denk u ook, dat toen meer vrouwen waren. Toen. Dus die vrouw stemde. Die stemde, maar ja. Ik neem aan ook omdat er meer vrouwen waren. Dat weet ik niet. Die conclusie kunnen we niet zomaar trekken. Nee. Sorry, nee. Die conclusie kunnen we niet zomaar trekken omdat er meer vrouwen waren. Ik kan geen antwoord geven op uw vraag. Nee. Wat wel net gezegd werd is dat het mannelijk eitje, zoals in het vrouwelijk eitje, dat we zien dat er een kwetsbaarheid is. En gedurende het leven zien we ook voor de man dat er een kwetsbaarheid is. Dat we zien op dit moment nog dat mannen ook eerder overlijden tot nu toe. En we zien ook op jonge leeftijd dat mannen eerder overlijden, bijvoorbeeld door hun gedrag. Maar dit is een heel ander onderwerp waar ik me zou moeten verdiepen om het juiste antwoord te kunnen geven. Maar ik bedoelde niet net te zeggen er waren meer vrouwen en die hebben daarom ook meer gestemd. Maar wat ik wilde zeggen is dat het me opviel dat die 1000 zoveel die er was in 1936 mannen waren. En als we dan kijken naar het stemrecht voor vrouwen, als je dan het algemeen stemrecht kijkt, dat we dan zien dat meer vrouwen stemmen. En dat stemde mij op dat moment gelukkig, want we doen de hele tijd alsof vrouwen niet gelijkwaardig zijn. Maar door zoiets zien we dat vrouwen wel degelijk hun participatie willen hebben in het politieke veld. En dat vind ik belangrijk. En wat ik ook probeerde te benadrukken, en dat gelukkig de hoogleraar die heeft dat in de diepte kunnen vertellen, zien we dat die vrouwen die aanwezig waren, die werden onderweg steeds gehinderd, onder andere door het geloof. En een van de zaken die een rol speelden, dat zei u ook heel mooi, is dat we zien dat de Rooms-Katholieke Kerk met de imperialistische... of het grote bedrijf, dat op die bepalen in principe, in Lago was het dan, in Rome was het de Lago en op Curaçao was het dan de Shell. En we zien eigenlijk dat, net zoals hier, maar dan veel meer verborgen, zien we hoeveel invloed grote maatschappijen, grote commerciële instellingen hebben als het gaat over welk beleid er is. Op zo'n eiland kon je het heel duidelijk zien. En nadat de Shell ook wegging, toen en de Lago wegging, zagen we opeens dat de Nederlandse overheden veel meer moesten gaan doen met die infrastructuur en een andere rol moesten gaan spelen. Want daarvoor kon het heel makkelijk met
de grote bedrijven als Shell en Lago. En dan zie je opeens een kentering ontstaan en dan gaat het over nu. En ook over toen, want als we zien, als we kijken naar Doctor, u weet dat de grote opstand in 1969 ging dat onder andere over de sociale, culturele ongelijkheid, sociale ongelijkheid die er was, bij het grote bedrijf Shell en aanpalende bedrijven. Maar als Doctor aankomt, is het ook het geval. Dus we zien steeds dat de grote bedrijven, dat de sociale ongelijkheid die er is, dat niet alleen de kerk dat veroorzaakt, maar ook de grote bedrijven die er komen. En op dat moment willen de mensen die op dat moment willen strijden voor voor het volk, dat die dan steeds weer opnieuw moeten opkomen. En wat ik jammer vind, daar kunnen we straks misschien op door, is wat er uiteindelijk van, als je deze geschiedenis zo hoort, dat het eigenlijk een geschiedenis is van, als we dat van tevoren wisten, wij met z'n allen, wij Antillianen, Arubanen en tegenwoordig alle mensen van de eilanden, als we veel beter wisten wat onze mensen daarvoor hadden gedaan. Ik kende dat Doctor uit mijn geschiedenis. Net zoals meneer Jonkheer. Die mensen ken ik uit mijn geschiedenis, maar wat voor rol ze hebben gespeeld en waarom die rol gespeeld heeft. En dat eigenlijk al in het begin er een strijd was over de autonomie. En de autonomie ging dan over, worden we onafhankelijk, los van Nederland of niet. Dan zien we dat de Democratische Partij al in dat stadium in de jaren 40 al met de VN die er pas was aan de gang wilde. En we zien ook dat Doctor dus een van de mensen was. Je zou kunnen zeggen, de Democratische Partij noemde hem soft, omdat hij met Nederland in dialoog wilde blijven. En we zien nog steeds dat soort discussies op het eiland. Wie is soft, omdat je nog met Nederland door wil gaan, of de totale onafhankelijkheid. Dus deze geschiedenis is van groot belang om te zien dat we eigenlijk nog aan het draaien zijn, aan het draaien zijn, aan het draaien zijn. En dat ons politieke bewustzijn, met z'n allen, dat heel erg gevoed kan worden als we de informatie die ontbreekt over de vrouwen en de mannen, als we die kunnen gaan invullen. Jullie spreken allebei over de enorme rol die de katholieke kerk heeft gespeeld. Misschien heb ik het gemist, maar in Nederland, in de kiesrechtsstrijd voor vrouwenkiesrecht, heeft de katholieke partij een switch gemaakt. Omdat ze zagen, ja, als je algemeen kiesrecht voor mannen hebt, dan eigenlijk, je hebt grote kans dat vrouwen veel meer op ons gaan stemmen dan die mannen die misschien wel op de Socialistische Partij gaan stemmen. Heeft dat ook gespeeld in dit? Hebben ze daar ook dat soort bewegingen gemaakt? De katholieke kerk? Ja, de katholieke kerk was natuurlijk inderdaad tegen vrouwenkiesrecht in het begin. Maar toen ze zagen dat er sowieso meer algemeen kiesrecht zou komen, toen was men wel voor vrouwenkiesrecht, maar ook meer uit niet zozeer dat gezien werd als een recht, maar meer eigenlijk een beetje uit opportunisme van oké, en die vrouwen zijn waarschijnlijk gezagsgetrouwer. Dus er werd op die manier gekeken daarna van oké, nou wat u zegt klopt ook voor Nederland, hè, van wat ze in ieder geval niet moeten doen is in de handen van de rode socialisten vallen. Nou, dat zie je bij Amigo ook echt door de jaren heen, is dat angst. En ze worden verleid door die internationalisten die ze van alles beloven en ze moeten toch weten dat dat allemaal niet gaat komen en de pauze is onfeilbaar. Dat wordt allemaal in één zin bij elkaar gezet. Dus men switcht wel, maar dat is eigenlijk meer uit een soort politiek opportunisme. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde wat er dus in Nederland gebeurde eigenlijk. Want het is wel interessant dat de eerste staatssecretaris in Nederland en de eerste minister waren van de KVP. Dus op een of andere manier is er wel iets in die katholieke partij, in Nederland in ieder geval, die weg wel ook weer vrijgemaakt hebben voor actieve vrouwen in de politiek. Ja, maar dat is dus interessant, want ik heb net het boek van Paul Steenhuis even snel gelezen over de andere helft. Dat gaat over vrouwen in de Nederlandse politiek. Dat is net verschenen. En die benadrukt ook bij Marga Klompé en dergelijke, die we allemaal in gedachten hebben. Dat zijn allemaal ongehuwde vrouwen. Ja, ja.
En de reden is natuurlijk, de katholieke moraal is natuurlijk, als je getrouwd bent als vrouw, dan hoor je achter het aanrecht en voor de kinderen te zorgen. Nou, dat gebeurt in Curaçao natuurlijk, dat benadrukt ook dat die vrouwen zeiden van, ja, we zorgen voor het gezin, maar we zijn ook dienstbaar aan het land. Dus het wordt als dienstbaarheid, als service gebracht. Ja. Dus ze zijn zich daar zeer van bewust. Mm. En misschien denken ze het zelf ook wel, van ja, we hebben onze eerste taak is toch als moeder. Ja. En dan, ja. En echtgenoten, en dan ook nog politieke ja. bedrijven. Ja. Ja. Dat zit er wel, maar het interessante is wel dat op Curaçao, dat er dus over het algemeen, er zijn wel ook getrouwde vrouwen bij, maar er zitten ook de eerste, nou zij is duidelijk, getrouwde vrouw. Ja. Dus ze zijn er wel, en dat gebeurt in Nederland veel minder. Ja, ja. Nog iemand een vraag? Ja. Ik heb een vraag over de vrouwenkiesrechtbeweging, de Woensdagvrouwen. Die hebben heel veel handtekeningen verzameld op Curaçao. Weet u misschien wat daar mee is gebeurd? Ze hebben een brief gestuurd naar de toenmalige minister-president in Nederland. Heeft dat ook invloed gehad op het amendement dat Corrie ten Boom heeft ingediend? Bedenken van wel, en ik hoop daar ook binnenkort meer over te kunt u er meer over lezen, want er komen twee speciale nummers van Historica, het geschiedenisblad, over vrouwenkiesrecht. En er komt ook een apart artikel hierover over, van Dieneke Stam over ten Boom. Dus dan hoop ik dat ook meer in gaat komen. En ik hoop ook Margot Groenewoud op Curaçao, die ook dat proefschrift uit 2017 heeft geschreven, die is ook bezig met deze vrouwenkiesrechtbeweging en die petitie en dergelijke. Dus zij is ook onderzoek aan doen in het archief van Curaçao. Ja. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Je moet en in Nederland zoeken en op Curaçao. Ja. En het zou ook heel goed zijn als we ook nog naar Aruba keken, trouwens. Ja. Maar je moet dus op meerdere locaties kijken, en je moet ook op plaatsen kijken waar je ze misschien niet verwacht. Want er is ontzettend weinig bewaard gebleven. En daarom zeg ik ook van, als iemand nog een afstudeerscriptie of iets dergelijks wil doen, ga dit nu doen en ga mensen nog interviewen die in ieder geval de verhalen nog kennen. Ook al zijn het de dochters van de moeders. Maar van, hoe was dat? Hoe is dat gegaan? Ik zou daar heel graag veel en veel meer over willen weten. Je hebt dus bronnen en ik ben van orale overdacht. En die orale overdracht die ik kreeg onder andere was dat in die onderhandelingen naar het statuut toe, doctor ook hier kwam met delegaties. En onder andere in die delegaties waren de vrouwen die ondersteunden. En die vrouwen waren onder andere een van de vrouwen, of ik weet hoeveel vrouwen meegekomen zijn, maar die waren ook meegekomen, het is niet alleen een brief heb ik begrepen, maar die kwamen ook met de petities. Dus het is ook, en dat was dus van grote invloed op dus wat in het parlement gebeurde. En ik begreep nu, en nu weet ik dat het de naam Corrie ten Boom is, dat op dat moment, net zoals het andere verhaal van het wordt aangeboden, maar als er alleen maar mannen zitten, dan zien ze het belang niet. Maar zij als vrouw pikte dat dan op, om te bedenken dat die vrouwen, die dus huisvrouwen zijn, naast dat ze professionals zijn, dat ze met petities en handtekeningen komen, dat betekent heel veel. En ik denk dus dat als je de geschiedenis verder beschreven wordt, dat het heel interessant is om te zien hoe vrouwen op dat moment in ieder geval elkaar gingen steunen, want het is niet altijd het geval geweest in het koloniale verhaal. Want in het koloniale verhaal zien we dat ook de vrouwen en de mannen hun koloniale denken hadden over de metriegebieden. Maar in dit geval zag je dat een vrouw het oppakte. Maar het gaat beschreven worden, dus die kant van mevrouw ten Boom, maar zeker ook die kant van de delegaties. En als het gaat over bijvoorbeeld de mensen die er zijn, als we kijken naar Susie Reumer, een van de minister-presidenten die er zijn geweest, of wat ik net noemde ook, de minister-presidenten die nog in leven zijn. Susie Reumer, een van haar oud-tantes heb ik begrepen, die was heel belangrijk, even kijken wat Susie Reumer is, Commission di Pueblo,
breuk bij de katholieke partij. In die beweging speelde de oud-tante van Suzy Reumer bijvoorbeeld een belangrijke rol. Dus die mensen, onze mensen zijn er nog. Dus het is, we moeten die geschiedenis eruit halen. Want die mensen zijn bezig met de politiek op dit moment. Maar tegelijkertijd moeten we hun ook de geschiedenis laten beschrijven. En vertellen, zodat we bij de eerste hand kunnen we dat dan halen. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we een idee krijgen van de sfeer, van hoe dat was. Want in 4 dagen 1000 handtekeningen, daar moet een soort fanatisme uit hebben gesproken. Dus dat moet wel, dat moet indruk hebben gemaakt, neem ik aan. Dus ik zou dat ook heel graag horen, van hoe dat nou was, hoe dat beleefd werd. Want ja, de kranten zijn dan toch niet heel erg een goede weerslag ervan. En zeker als daar... als zo'n krant niet 100% achter zo'n vrouwenkiesrechtbeweging staat. Maar het interessante is dus wel dat die vrouwenvleugels ook wel samenwerkten van die twee partijen. In dit geval. Die zagen natuurlijk toch een gemeenschappelijk belang. En misschien interessant voor u, mevrouw, is dat die katholieke partij bij die eerste verkiezingen, als ik me niet vergis, in 1849 staat het hier, die katholieke partij haalde uiteindelijk maar 1 zetel. Oh ja? Ja. En de Democratische Partij en de Nationale Volkspartij, die de Nationale Volkspartij die won toen, met name die partij die opkwam voor dat vrouwenkiesrecht. Dus ik kan me voorstellen, met zoveel vrouwen, dat, ja, dat zij dan winnen. En Doctor had op dat moment heel veel voorkeursstemmen. Dus het heeft hem ook, ja, dat is heel belangrijk. Dat vrouwenkiesrecht. Het is zo'n katholieke eiland en maar 1 zetel. Ja, want ik denk toch dat ze op dat moment het verkeerde persoon hebben gewet. Ja. Namelijk niet op de vrouw. Ja. Maar dat is ook precies wat Margot Groenewoud in die dissertatie schrijft. Er krijgt een soort paradox. Aan de ene kant is men katholiek. En volgt men ook heel veel regels en waarden en normen. En aan de andere kant ook niet. Daar zit natuurlijk... Dat die nadruk op dat kerngezin van papa, mama en de kinderen, ja, dat is natuurlijk, iedereen zal dat in woord beleiden, maar inderdaad is het natuurlijk een ander verhaal. En dat kan het met stemmen ook zo zijn natuurlijk. He, je kunt de priester of de pastoor kan natuurlijk precies zeggen op wie je moet gaan stemmen, maar dat wil nog niet noodzakelijkerwijs zeggen dat je dat ook doet. Dus dat zijn twee dingen, dan kun je toch nog een hele goede katholiek zijn. Dus daar zit ook een spanningsveld. Ik heb hier nog een vraag. Ik was even benieuwd waarom het op Curaçao wat langer duurde voordat vrouwen zich verkiesbaar stelden. Toen het passief kiesrecht werd ingesteld. In vergelijking bijvoorbeeld met Suriname, waar het, als ik het goed heb, vrouwen al eerder zich verkiesbaar stelden. Nou, er was in Suriname 1 vrouw die zich verkiesbaar stelde. Dat was ook, dat is Grace Snijders Howard. Die was ook heel bekend, / berucht in de kolonie. Dus ze was echt heel bekend en adverteerde. En men adverteerde voor haar. En zij is toen inderdaad gekozen. Maar dat is eenmalig geweest. En heeft verder ook niet zoveel effect gehad. En dan zie je ook van hoe dingen lopen. Want in 1948 was zij tegen het algemeen kiesrecht. Daar was zij fel tegen en daar heeft zij dus toen tegen geageerd. Dus zulke dingen zijn geen garantie. En het gevaar is, kijk in Suriname kijk je dan, zie je, oh dat is, gelijk is er een vrouw gekozen. En dat is knap hoor, want je basis, je kiesbasis is er niet, want die kunnen niet stemmen. Zij kwam op voor mensen van Indiase komaf, nou die hadden geen stemrecht. Ze kwam op voor werkende vrouwen, en die hadden geen stemrecht. Dus ze wordt gekozen door niet haar eigen natuurlijke achterban. Maar zij is die zwaluw die geen zomer maakt. Terwijl je in Curaçao zie je een veel bredere beweging. En die is dus, denk ik, die is dus vruchtbarer. En je ziet dus die vrouwenvleugels, je ziet die politieke partijen zijn eerder op Curaçao dan in Suriname. Suriname komen ze later. En daar zit denk ik dus meer de brede kracht in plaats van de ene persoon die eruit springt die ene keer. Dus die twee geschiedenissen die constitutioneel heel erg op elkaar lijken, in de praktijk wijken Suriname en in dit geval Curaçao heel erg van elkaar af.
ik heb een die katholiek, Rooms-Katholieke kerk en ook de politiek, waren die dan misschien de witte bovenlaag op Curaçao en de rest was, de vrouwen kwamen die meer uit een andere etnische groep? Nee, de katholieke kerk was echt de kerk van de grote massa, van de Afro-Curaçaoënaren. De elite in Curaçao, de witte elite in Curaçao, is protestants over het algemeen. Ja, maar de leiding van de katholieke kerk was natuurlijk wel wit. En die bepaalde in principe wat het volk, dat grote volk, moest volgen. U stelt die vraag om een bepaalde reden? Nee, ik dacht als die Rooms-Katholieke kerk die dat bepaalde, voornamelijk wit was, en de grote massa dat niet was, dat ze zich misschien ageerden, of ja, dat de reden is dat er Even de belangrijke dingen die we zien na de afschaffing van de slavernij, en dat is ook heel mooi. Kijk, de afschaffing was er wel, maar de instituties waren niet zomaar veranderd. Hè? En je ziet, althans, vergeef me, ik praat nu over een onderwerp waar ik voor een deel net in gedoken ben. En ik hoop echt dat de deskundigen en de studenten die dit allemaal nog voor ons kunnen opgraven, onderzoeken. Die kunnen in de toekomst dat veel beter doen. Maar als de instituties de hele tijd hetzelfde blijven, is er geen sprake van emancipatie, wat er net gezegd wordt. Maar er is wel sprake van langzamerhand, want die ongelijkheid was wel aanwezig. Ik vertelde over de mensen die bij die Shell werken, de CPM, meten dat op het moment. Je moet je voorstellen dat we eerst een soort van samenleving hadden waar geen belangstelling voor was. Want wat was er nou uiteindelijk nog om economisch te verdienen? Als dan in het meer van Maracaibo die olie gevonden wordt, dan worden die gebieden opeens erg interessant. En dan zie je die plotselinge groei van al die mensen die er naartoe komen. Maar tegelijkertijd zien we ook de sociale ongelijkheid. Dus ik vind het interessant, ik vond het interessant om te zien dat toen Dr. Da Costa Gomes in 1935 terugging, dat er toen al sprake was van een soort van staking voor die ongelijkheid die er was. En die 1969, de grote opstand die er toen was, dat het ook weer ging over die sociale ongelijkheid. De mensen merkten wel die sociale ongelijkheid. Want je moet je voorstellen dat op het moment dat die Shell daar komt, vindt er op dat eiland op dat moment migratie plaats. Niet alleen in het gebied van alle eilanden, maar ook op het eiland zelf zie je dat de mensen hun oude manieren van verdienen en inkomsten genereren. Dat die Shell, als werknemer van de Shell, om dichter bij het werken te zijn, zag je dus dat de gebieden waar de mensen nog op de plantages woonden en tuinbouw deden, et cetera, die trokken naar de stad. Dus je ziet een oude manier van inkomstenverwerven gaat verloren. We zien dan dat we nieuwe inkomsten krijgen door de Shell. Maar ook die sociale ongelijkheid speelt een belangrijke rol. En die sociale ongelijkheid, men wil de autonomie. En een van de dingen die ik jammer vind, want je hoort in 42, 45, 48 hoor je die autonomie. Dan zien we dat het statuut komt. Het statuut, het statuut dat voor het hele koninkrijk geldt, in principe. En dan zie je dat de Democratische Partij wint. En de Democratische Partij regeert tot aan die grote opstand. En dan zie je dat eigenlijk het autonomiestreven op een of andere manier de Democratische Partij geen aandacht of onvoldoende aandacht heeft. Geen aandacht weet ik niet. Dat ik te weinig verdiept in die geschiedenis. Maar ik zie wel dat zij onder andere onvoldoende ook weer oog hebben voor het leed en de nood van de mensen die lager in de sociale klasse zitten. Zijn er nog andere vragen? Nee. Helemaal niets, meneer? Nee. Niemand? Ja, dan denk ik dat we het gaan afsluiten. Hele interessante, boeiende avond. En ik denk dat voor heel veel mensen ook nog aanvullende vragen opkomen. En dat er inderdaad noodzaak is tot verder onderzoek. En wie weet is dit daar een mooie start van. Ik wil u beiden heel hartelijk bedanken voor alle informatie en deze avond. Ik heb nog een kleinigheidje. Een heel klein feitje als
Dank. Dankjewel.